Directeur Roseline Daan van het directoraat Cultuur is bezorgd over de waardering van de eigen Surinaamse cultuur die verloren dreigt te gaan. Daan is van mening dat de mensen in het binnenland beter moeten worden getraind om te weten wat van archeologische waarde is. Jullie moeten ermee ophouden om vakantiegangers en toeristen toestemming te geven om te komen graven en met zoveel waardevolle zaken vandoor te gaan, benadrukte de cultuurdirecteur. Zij vraagt zich af of we wel ons eigen cultuur waarderen. En dat natuurlijk vreemdelingen, het dooro lektures de dooro in het binnenland vliegen. Ja? Dat de ma edu opgravingen. En de mooie sensa de fenina grong, de ma et tek e showwe, u stop want u er, u stop de na douane. Ja? De training e kon na douane na de DC's, fu mek den da ai. Want de sanda dooro in de privé collecties, na trakondre, de ma efen serie, en ano tien sensi, ano kwartje, na omen 200 euro na nga dala ek moto eta kondre. Gewoon omdat u no sabi sa na warti fu kultuur, a kultuur sa we taki, tak jaso bo de wa moi opopo, dansi bo dansi, dat na wan seife. A krosi sa we verso, na wan trapisi a nyan sa we nyan, opu, ma a archeologisch aspect, na wa her belangrijk aspect, pe umroko sama, so dat de san ne guego lasi. Daan merkte ook op dat veel van de inheemse volken naar de kustvlakte en andere districten trekken. Met het wegtrekken uit hun eigen gebieden dreigt zo ook de authentieke cultuur en taal van de inheemsen verloren te gaan. Maar wat teruggevaarde ook toe ik kom, ik koek ik kom. Erfgoed. De ingi braden nangasa efende srevi de vroeiska foto. Nosse intradistrict. En le culture we analyseer a pistoor dat die en u kon chitak a taal egwe, a taal e lasi. Dus we soeken wan fasi fa behoud fa taal kan vinden plaats. Maar zo we kar a creatieve sector, a fas fa de inge frikti de mooi mooi sanif ding, ook to wan belangrijk pisif dat egwe go lasi. Dus, we zijn tafra fuluku fa uka hoor ala den pistoor dat die, zodat de generatie zei kon, mag geniet ook toe fa erfgoed dat die. Het directoraat cultuur zal in de komende periode gesprekken voeren met de verschillende inheemse en Maron organisaties, om trainingen te plannen voor het beter leren kennen van hun cultuur erfgoed. Roseline Daan deed de uitspraken bij de viering van de Dag der Inheemse afgelopen maandag.